Ja, het is vandaag, goedemiddag overigens, het is vandaag de 12e van de 11e van 2011. Ja, ik heet jullie van harte welkom namens de collega's die hier zitten en zeker namens de organisatie. Ik zal even zeggen wie is, want niet iedereen zal dat weten. Helemaal links voor mij, en het is volstrekt sinds een paar uren nieuw, en ik vind het fantastisch dat hij er is, dat is Jan Herman. Jan Herman die is samen met zijn broer en zijn vader, was hij de eerste zendetechnicus van Radio Veronica voordat het nog maar in de lucht was. Hans Knot heeft hem ontdekt. Ik vind het hartstikke leuk. En we hebben vanmorgen al uitbundige gesprekken gevoerd en zo direct gaat dat weer door. Dat is Jan Herman. Daarnaast, links van mij, voor u rechts, Dick Klees. Hij is aan boord geweest van 10 april 1969 tot 10 april 1972. En hij las daar het nieuws bij Nacht en Ontij. Oh, mijn schema loopt door de war. Ah, ik vond toen de organisatoren ons benaderden om mee te doen aan dit forum, dat in dit soort fora de luisteraar ook altijd een ondergeschikte rol speelde. En jullie, en nog veel meer mensen, waren toch de luisteraar. En als we geen luisteraars hadden, hadden we geen reclame. En was het schip en de zender er ook niet. Dat gold trouwens voor alle zeezenders. Wat Veronica betreft is voor mij de ultieme luisteraar Bert Alting. En hij gaat ons zo uitleggen waarom hij altijd luisterde. Nou, links van mij, maar die kennen we bijna allemaal wel. Ik ken hem vanaf 1963 van de middelbare school. Ad Bouwman, hij was de jongste technicus bij Veronica. En wat dat allemaal teweeg bracht, gaan we uit zijn mond horen, denk ik. En dan krijgen we rechts van mij, krijgen we Hans Becker. Hans, die stuurde wel eens cassettes naar Veronica toe. Een keer naar Tieneke. En hij zei, ik weet nog veel meer over al die groepen die jij draait. En toen zei Tieneke van, ja, wat moet ik dan nou mee? Je moet eens iets opsturen aan Lex Harding. En Hans stuurde naar Lex Harding een tape. En die vond het zo leuk, die zei, kom eens een keertje langs. Hans nam zijn fototoestel mee en hij is gebleven tot aan het eind vanaf de zomer van 1972. De enige die doorgestudeerd heeft van onze groep hier is Harry. Die is dokter. En niet met injectienaalden en zo, maar in heel andere dingen. Hij kwam op 7 september 1964. Op Jan Herman na is hij de oudste qua dienstjaren. Dus 4 september 1964 kwam Harry bij Veronica uit Maastricht. Uit Maastricht kon je Veronica daar dan horen. Dat gaat hij ons zo uitleggen. En hij is gebleven tot aan de zomer van 1972. Dat waren de mensen die hun herinneringen gaan vertellen. Het leuke van deze mensen is dat we nu, als het goed is, eindelijk eens verhalen gaan horen die we nog nooit gehoord hebben. Ik ook niet. En nou is niet van, ja, ik ben naar Amerika geweest en de Top 40 gehoord. En die verhalen kennen we allemaal wel. Ik begin bij Jan even, bij Jan Herman. Kan je ons een beetje uitleggen, Jan, wat jullie betrokkenheid nou? Hoe ben je nou in contact gekomen met die mensen die die zeezender gingen oprichten, bestieren? Hoe ging dat? Kan je daar iets over zeggen? Hoe jij, je broer en je vader dat... Nou, ik kan het alleen maar van mijn kant vertellen. Ik kwam net uit het leger. Nadat ik daar een opleiding had gekregen van de luchtmacht. En mijn vader die werkte reeds voor Radio Veronica. Als de bouwer van de zender. Maar de zender bestond eigenlijk niet op dat moment. Hij moest het nog bouwen van materialen die iemand had ingekocht voor een enorm hoge prijs. En er waren geen schema's. Zo, ik was afgestudeerd, ik kwam vanuit het leger. En hij heeft me om hulp gevraagd of ik hem daarmee kon helpen. En dat heb ik dan ook daarmee gedaan. Want dat was eigenlijk mijn liefde, hè? Radio, zenders. Ja, elektronica dus eigenlijk, ja. Zou je kunnen zeggen. Toen het schip voor de kust van Noordwijk lag eerst... Toen is de zender heel even kort in de lucht geweest. Was dat, kan je daar iets meer over vertellen? Over hoeveel, ja, ik weet niet of het technische mensen zijn, maar hoeveel kilowatt of hoeveel watt dat was? Nou, wij begonnen met een zender van 1 kilowatt. Dat was de kleinste die we eigenlijk hadden. Het audiodeel was gewoon een hele simpele audiosectie. Dat bestond uit EL84's. In parallel geschakeld en een push-pull.
En het was eigenlijk een hele simpele zender ten opzichte van wat het dan eigenlijk later werd. Hè. Was die aan boord gebouwd of was die al in land op het land gebouwd? De zender zelf die is aan boord gebouwd, maar wat reeds bestond was eigenlijk de voeding. De voeding was helemaal klaar. Dat was als je dan in het schip zat, waar de mengpanelen waren en waar de tape-recorders waren. Dan zat je met de rug naar de voorkant en je keek dan naar de achterkant. De voeding was aan de rechterkant. Mm-hmm. Okay. En aan de linkerkant was dan de oscillator. Mm-hmm. En dat was dan eigenlijk wat eigenlijk klaar was. De oscillator was klaar. Maar de rest, de doubler en de driver en mm-hmm. de final stage, dat moest nog gebouwd worden. Ah ja, hebben jullie dat gedrieën aan boord gedaan? Of, We hebben het gedrieën aan boord gedaan, want we konden eigenlijk niks meer aan land doen. Want elke keer als wij aan land iets mee bezig waren, dan werd het altijd in beslag genomen. Ja. En ik heb eigenlijk dit al eerder gevolgd deze ochtend. En ik heb wilde verhalen gehoord, maar zo wild als het daar gebeurde, was het echt niet hoor. De douane die kwam dan bij ons thuis. Die nam alles in beslag wat op elektronica leek. De boormachine werd ook in beslag genomen. Okay, zo, dat gebeurde een paar keer. En we hadden gelukkig een hele goede redder. Bij de naam van Lulap. Okay, en die had ontzettend veel dumpmaterialen. En die is later ook een van de stokhouders geworden van Radio Veronica in de beginfase. Mm-hmm. Gingen jullie ook een week op, een week af? Of was het gewoon continu daar zijn en zorgen dat die zender in de lucht was en dan bleef er misschien wel iemand? Ik zou het nooit hebben geaccepteerd, want ik was net verloofd met mijn verloofde. Ja. En die kon niet buiten mij voor langer dan een week. Dat is goed. Zo, ik moest dan eens in een week thuiskomen. Mm-hmm. Kan je ook nog even zeggen wat voor soort antenne jullie hadden? Leek dat op de antenne die we later kregen? Of? Nou, de beginantenne was eigenlijk zeer inductief geladen. Mm-hmm. En die later, toen wij met de zwaardere zender begonnen, moesten die capacitief geladen worden. En die bestond eigenlijk uit vijf draden, quad wave. Ja, ja. En die was eigenlijk niet uit het midden gevoed, maar het was gewoon uit één kant gevoed. Ja, ja. Ah ja. Ik heb pas geleden ook een krantenstuk gelezen dat er waren dan wel testuitzendingen, maar er was soms ook een beetje wrevel aan boord. Er is iets stuk gegaan. Ik vond een artikel in het Parool daarover. En er stond dan, er was wat oneenigheid aan boord. Er waren mensen die zeiden, je moet het zo doen tegen de zenderbouwers. En er waren de zenderbouwers die zeiden, nee, maar daar gaan wij over. Kan je daar nog iets van herinneren? Of? Er was eigenlijk een... Of zeg je van, daar praat ik liever niet over? Nou, het is eigenlijk er was één persoon aan wal. Mm-hmm. En die had, zoals het spreekwoord zegt, hè, de beste kapitein, die staan altijd onder aan wal. En die had dan zogenaamd een zender reeds gebouwd. En daar hebben we nooit wat van gezien. En die was ook de persoon die ervoor zorgde dat al het materiaal elke keer in beslag werd genomen. Ah ja. Veel wrevel was er eigenlijk niet. Hè? Nee. De wrevel die we eigenlijk meer hadden was eigenlijk over het voedsel die we kregen. Ik hoorde namelijk van ze even dat op Radio Essex, dan konden ze drie eieren krijgen. Dat kregen we bij ons niet. We kregen hooguit twee eieren voor onder ontbijt. En, maar we hadden dat was eigenlijk een heel goed gedisciplineerde schip hoor, die we hadden. Ja. Het was zeer, zeer goed gedisciplineerd. Nou, over het eten komen we nog terug bij Dick. Ja. Dan gaan we testen of dat zo was. Nou, fijn om te horen. Kan je ook, en dat is, ik kreeg pas geleden een mail van je en daar schreef je iets over een FM-zender. Ja. Ik weet daar niks van. Ik heb oud-collega's geconsulteerd, niet die hier zitten. Die weten er helemaal niks meer van. Nou is dat natuurlijk al een hele lange tijd geleden. Kan je daar iets over zeggen? Bijvoorbeeld, is hij in de lucht geweest? Natuurlijk wel, Ad zei zojuist, dat was ik vergeten, we hadden station calls. Dit is Radio Veronica op 185 meter en FM. Ja, ja. Maar de radio, ik heb dat namelijk gebouwd toen ik in Amsterdam woonde. En het werd gebouwd bij mijn verloofde op dat moment. En het was eigenlijk een hele kleine zender, 250 watt. En het was een FM-zender, zo je had eigenlijk veel minder audiovermogen nodig om het aan het draaien te houden. Mm-hmm. Het FM-deel was zeer interessant. Ik maakte gebruik van een zogenaamde geforceerd frequentiemodulatie. En daar gebruikte ik dan een luidspreker voor, die eigenlijk direct op de tuner zat.
En die dan eigenlijk de wijziging gaf, waardoor ik dan een FM-modulatie kreeg van een bandbreedte van 10,7 megahertz. Zo, ik heb nog een foto van de eindtrap. Hij is in drie delen, hij is maar klein hoor, het is ongeveer een meter hoog bij 80 bij 60 diep. Is hij aan boord gesmokkeld geworden. Maar dat was makkelijk, het waren drie kleine stukken. Ja. Maar het grootste probleem die ik heb gehad was eigenlijk met de antenne. Want het waren eigenlijk 6 gevouwen dipolen, waren 3 aan 3. Eén was naar Scheveningen gericht, die andere was naar Rotterdam gericht. Het had een bruto vermogen van 250 watt. Ja. Netto vermogen was onbekend. Ja. Maar we hadden contacten met mensen die het in Scheveningen en in Rotterdam hebben kunnen horen. Ja. Er is dus daadwerkelijk uitgezonden? Hij is uitgevoerd. Toen wij weggingen, stond hij er. Maar het grote probleem was eigenlijk die antenne ophanging. Ja. Het zat in een gimbal, dat is een ophangingssysteem. Ja. Die werd gestuurd via de kompas die helemaal aan de achterkant van het schip zat. Met een servosturing. Mm. Maar de servosturing was ook weer een buisgestuurd systeem. Mm. Zo, het was eigenlijk een hele simpele uitvoering. Hè. Jullie zijn op een gegeven moment in... Ik las een artikel en er stond in... Dat jullie zouden gaan emigreren. Dat was in juli of zo, juli 61. Precies, juli 61. Is dat die emigratie ook, was dat de reden van jullie zeiden van nou, het draait nu allemaal, zoek het lekker uit en wij gaan emigreren? Nee. Het had eigenlijk meer te maken dat mijn vader eigenlijk onze toekomst meer in Amerika zag dan in Europa. Ah, ja. Zo, dat is eigenlijk één ding. Maar wat het zo heeft versneld, was eigenlijk de politieke moeilijkheden die we eigenlijk hadden. Ja. In onze paspoorten werd gedaan dat wij persona non grata waren. Ah, ja. Okay, we hadden ook nog een speciale paspoort hadden we gekregen, zodat we het land binnen konden komen. Als we naar buiten gingen, dan hadden we altijd een probleem. Omdat we namelijk... Onze namen waren bekend bij de douanes en bij de andere officiële mensen die wat hadden te maken met immigratie en migratie. Zo, we hadden toch een hele zware tijd, hoor. Ja, ja. Ja. Nou, mooi. Er komt ongetwijfeld nog wel iets bij mij op en dan kom ik weer bij je terug. Dick Clays is, ik zei het, in april 69 gekomen... Als nieuwslezer en als wij de banden weer eens op tijd niet aan boord van het schip kregen. Of hij had zijn eigen uren, dat kwam ook voor. Dick die zat daar bij nacht in ontij, zoals ik het maar noem, op het schip. Hoe was dat eigenlijk? Was dat leuk? Was het niet leuk? Het was heel apart, omdat je echt heel erg opgesloten op elkaars lip zit. En als nieuwslezer op die boot was je wel een eenling. Want dat was natuurlijk allemaal rauw volk. Ja. En de Scheveningers zeggen rauw voor ruw. Rauw weer is het en zo. Die gingen dan een beetje doen. En ik kon geen beetje doen, want dan kon ik helemaal niet meer uit mijn woorden komen. Dus het is heel apart om zo tot elkaar veroordeeld te zijn. Beetje? Ja. Kan je dat even uitleggen? Een beetje is een borreltje. Ah, ja, okay. En zonder accijns kostte zo'n vierkante Bokma fles denk ik maar 2,50. Ah. En dus dat werd allemaal uitgeklaard, allemaal netjes. Zodat dat beetje ook maar een beetje geld was. Mm-hmm. En je zat dus in de ene of de andere ploeg. Want er waren twee ploegen, week op, week af. En dan was je wel eens jaloers aan het kijken naar de andere ploeg. Hoe die het met elkaar hadden en wat die ideeën. Maar dat gebeurde omgekeerd natuurlijk ook. Ja, precies. Kan je eindelijk als je hardop nu vertellen hoe we aan het nieuws kwamen? Dat nieuws was een heel speciaal contract. Dat mocht ook maar een beetje kosten. Er werd natuurlijk gezegd, vrije nieuwsgaring. Als iets is uitgezonden, dan kan je het citeren. Nou maakten we er een sport van om, als we van het ANP, in de tijd nog bij de publieke omroep, als we daar de nieuwsuitzending van opnamen, om dan... Ja, de zin wat om te gooien. Ik zou niet zeggen om het dodental te wijzigen, want dat soort dingen dat deden we niet. Maar het was wel een beetje een sport om er iets anders van te maken. Maar later kwamen de collega's die dachten, nou, als we het letterlijk doen, is het iets makkelijker, is het wel best. Nou, het is waarschijnlijk bij de meesten wel bekend, want de kippenfarm in Witveen kennen we allemaal, denk ik wel. Hè? Ja. Dus de ANP had verzonnen dat er ergens een brand was en zoveel kippen dood. En, schande. Dat is nooit gebeurd, maar het werd wel geciteerd. Ja.
Ja. Had je last van zeeziekte eigenlijk? Ja, de allereerste keer. Want over dat eten, hè, er werd goed gegeten. Maar dat was meteen een fantastische Indische maaltijd stond daar klaar. Terwijl het weer hartstikke slecht was. Toen ben ik die eerste keer dat ik aan boord was ontzettend ziek geweest. En daarna nooit meer. En dat was een groot geluk natuurlijk. Ik weet niet hoe dat dan komt, dat die knop is omgezet. Ik heb wel gezien wat het met je doet als je vreselijk zeeziek bent. Want Frits Barend kwam dan, hè, voor de Tour de France. En die had toen nog een kop met echt vuurrood haar. En dat contrasteerde met het echte groene. Dat was een stoplicht. Ontzettend, die was, en dan wil je dood. Ja, ja, ik weet er alles van. Had je... Ik vraag het met opzet. Kregen jullie ook wel eens brieven van luisteraars eigenlijk? Van de wal? Ja, het gekke was, er waren mensen die schreven, wisten geen adres. Het Veronica-schip, Scheveningen of Noordzee. En dat kwam netjes bij Rederij de Ruiter aan. Die alles regelde. Dat werd afgeleverd. Ja. En zo was er een Christine de Ruiter. En die schreef naar het schip. Ja. En met Sinterklaas en cadeautjes en hele toestanden. Er waren mensen die dachten, als ik Veronica aanzet en al die liedjes en over de liefde en ik mis je of dat. Het gaat over mij, ze hebben het tegen mij. Ja. Er waren dus ook gekken bij die inderdaad dachten, daar moet ik wezen, want zij zegt iets tegen mij, ik moet iets terugschrijven. Ja. En er waren intrigerende brieven van mensen die bijhielden wat er zoal aan boord aan het gebeuren was. En dat was heel grappig. Ik kreeg brieven van ene Moos. Mm-hmm. Later uitgevonden dat dat niet de echte naam was. En Sanne Benjamin uit Alkmaar. Die schreef, die hield bij hoe dat aan boord ging. Want het is heel knap als je uit die puzzel van af en toe om 8 uur horen. Dit was het laatste nieuws, die zaten aan boord en de groeten maar weer. Mm-hmm. Daar zaten soms dingetjes in verstopt of er waren live uitzendingen. Het is verbazend veel elementen die beschrijven niet alleen hoe dat leven aan boord ging. Mm-hmm. Maar toch ook wel, was het een tijdsbeeld natuurlijk, ook van die uitzendingen. Ja, een stuk. En die zijn dus gerubriceerd en jij kent die epistels ook. En dat is natuurlijk eigentijdse geschiedenis. Ja, het is... We hebben ze gekregen, de radiodagboeken. Ze zijn, ik heb daar wel eens iets over geschreven op onze website. Het is, je kunt zien dat Ad op 18 april 1972 een geblokte trui aan had. Of weer eens terug was van vakantie, of er weer eens niet was. En dat Dick met die technicus aan boord van het schip zat. Of dat de aflossing niet geweest was. Het zijn ware documenten en we hebben ze in ons... archief verwerkt. Maar ook wel een leuke programma-invullingen. Dat als het slecht weer was en je moest zelf wat doen. Ja. Ik was het helemaal vergeten. Maar ik schijn toen een paar uur lang de discjockey hebben moeten vervangen. En dan was er wel een lijst met de commercials die we nodig hadden. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet toch eten. Hoe moet dat dan? Je had kunnen bedenken, haal een bord van boven en zet het voor mijn neus. Ja. Maar nee, de moeilijke weg was, zorg dat er een lange draad en een microfoon in dat kombuis boven komt. Wat nog nooit gebeurd was. Ja. En toen hebben we daar zitten eten. En dat is afgewisseld met muziek tussendoor. Ja. Gewoon een echte piratenuitzending geweest. Ja. Ik was het helemaal kwijt, maar dankzij die brief weet ik dat weer. Ja, ja, ik las ook, van de week heb ik september 1971 gekregen, dus de hele maand. En dan zag ik ineens dat we op een bepaalde dag, vandaag is er niet nieuwe programmering ingegaan. Nou, dat zijn dingen die je eigenlijk niet weet of je moet ze toevallig horen als je al die duizenden uren afluistert. Maar dat kan je dus nu terugvinden en rubriceren en vermelden bij een programma. Komt dat op de site? Nou, dan moet ik eens... Of een keuze? Ja, je kan er een stukje uithalen, omdat er natuurlijk ook soms wat dingen in staan die... ik moet het daar met degene die het schrijft over hebben. Hadden jullie... Jij zei net iets over reclames. We moesten de reclames, we hadden een lijst, maar... Hoe kwam je dan aan die reclames? Was er een schaduw? Ja, er was gewoon op bandjes achter elkaar gezet. Dus niet allemaal cartridges, maar gewoon op tapejes met ruimte ertussen. Mm. En een lijstje erbij, maar dan moest je als een gek spoelen daarnaar om dat te vinden. Ja, dat was niet altijd even compleet, maar we deden wat we wilden. Maar je weet ook, er was altijd voor de nieuwslezer, of altijd, het heeft een aantal jaar geduurd, een live reclame in dus horloges. Oh, ja. En constant verlovingsringen. En toen heb ik eens een keer gedacht, er was een tekst, nu een echt Inca-blok ankerhorloge voor 39 gulden. En dat moest live worden gelezen. Frits Barend eerder genoemd, die was ook aan boord. En we hadden wel wat meer
grappen onderling. En eens dacht ik, dit is mijn kans, nu doe ik het. En live, terwijl hij naast me zat, zei ik... en nu een echt Inca-blok kankerhorloge voor 39 euro. Ja, geen fijne grap. Nee. Maar het was misschien niet iedereen opgevallen... maar dat gebeurde wel omdat toen Frits in lachen uitbarstte. Dus ik in mijn vrije week werd bij Rob Hout ontboden. Zeg ik, ja, ik verveel me natuurlijk ontzettend. Wat moet je anders? Oh, ja. En toen kreeg ik daarna de nachtclubprogramma's om me wel uit te leven. Dus ik heb er toch iets uit weten te slepen. Ja, ja. Je bent weggegaan bij Veronica. Waar ben je naartoe gegaan? Toen naar de Wereldomroep. En eigenlijk die 10 april moest ik eraf, want ik zou 11 april daar beginnen. En toevallig was ik dus ook 3 jaar eerder op diezelfde datum daar gekomen. Ja, ja. Maar het grappige is dat ik nu weer freelance voor de Wereldomroep. Dus de cirkel is bijna rond. Het is jammer dat het echte oude Veronica van weleer niet meer bestaat. Anders was dat echt de laatste halte van mijn cirkel geweest. Ik wil even overgaan naar de luisteraar. De luisteraar is natuurlijk voor al die zendschepen vreselijk belangrijk geweest. Ik zei het er straks al. Geen luisteraar, geen reclame, geen geld, geen salaris, geen zender. In de loop van de jaren heb ik natuurlijk heel wat luisteraars ben ik tegengekomen eigenlijk. En er is er eigenlijk eentje die... Nou, als je ook maar een beetje boos wordt op Veronica... zelfs als ik een kritische opmerking maak... dan word ik altijd gecorrigeerd door Bert Alting. En ik dacht, nou, Bert, moeten we maar eens vragen. Bert, waarom was je zo'n fanatieke luisteraar? Je woonde in Groningen, waren we daar te ontvangen? Ja, voor mij begon het op Ameland. Op een zaterdagmiddag in juli 1971, op mijn 12e jaar. Dat was ook toen ik van de lagere school afkwam. En in het voorjaar van 1971... werd de naam Veronica veel in de 6e klas toen nog genoemd. En daar werd ik erg nieuwsgierig naar. Je kende het dus nog niet? Nee, okay. Ik had geen idee waar ze het over hadden. Maar daar ben ik wel snel achter gekomen trouwens. Want op een zaterdagmiddag ben ik natuurlijk meteen gaan zoeken. En al snel vond ik Radio Veronica. Nou, en het was eigenlijk na 10 minuten al duidelijk... dat Radio Veronica mijn grote jeugdliefde zou worden... Mijn grote jeugdvriend. En ik durf wel te stellen dat ik er tot en met het einde dagelijks naar geluisterd heb. Mm-hmm. Ja. In Groningen was Radio Veronica natuurlijk normaal gesproken niet zo goed te ontvangen als in het westen. Alleen wij woonden in het zuidwestelijke deel, dus aan de gunstige kant van de stad Groningen. En ik had net van mijn ouders een buizenradio gekregen. Nou ja, daar kon ik zelfs de 192 redelijk op ontvangen. Waren er voor jou nou eigenlijk ook nog... Ja, een beetje een rare vraag dan, je antwoord horende van net. Waren er ook nog andere zenders voor jou? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik heb natuurlijk wel eens naar Radio Noordzee geluisterd. Ja. Maar dat mocht eigenlijk... De luisteraar. Maar dat mocht... in verhouding met Radio Veronica mocht dat helemaal geen enkele naam hebben. Het was voor mij Radio Veronica. Ja, ja. En daar heb ik zo vreselijk veel van gehouden. Mm-hmm. Had je ook nog bepaalde programma's waarvan je zegt, nou, daar luister ik. Als het even kan, wel eigenlijk elke dag naar of zo. En DJ's? Ja, zeker. Over DJ's gesproken. Nee, eerst programma's. De programma's. Nou, alle programma's tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Ik zou je vertellen, Jules. Ja. Op een gegeven moment was het zelfs zo... dat ik 's ochtends automatisch, zonder wekker... om 5:50 's ochtends wakker werd. Om 5:55 hoorde je dan het geluid van de zee. De meeuwen, wat Veronica-jingles. En dan was je altijd weer blij dat Radio Veronica er weer was. Nou, om 6 uur tijd zijn van 6 uur... met Morning Has Broken in de laatste 1,5 jaar... Nou, dan de warme begroeting van de dag door Bart van Leeuwen. Om 7:30 had je het eerste nieuws. Tom Collins om 8:00. Om 9:00 de tune van Muziek Terwijl U Werkt. Met ook weer de fijne aankondigingen van Hans Mond. Nou ja, koffietijd kent iedereen. Om 9:50 de pechvogel. Om 9:50 het bloemetje van de dag. Zo horen we nog eens wat. Om 11:00. Nou, maar daar zat ik echt prima op te wachten hier. Ja, hoor. Nee, hartstikke goed. En om 11:00 de aankondiging met de tune... ingesproken door Hans Mond van Stan Haag vandaag. Met de Mars van de Dag. Nou, 12:00 weer Luikinga, 's middags Rob Hout, Lex Harding.
En als prachtige afsluiting van elke dag de door mij erg geliefde Stan Haag met zijn jukebox. Ja. Daar heb ik al heel veel plezier naar geluisterd. Voor school had je geen tijd? Nauwelijks. Als ik thuis was, had. Nou kom ik toch... ik weet dat onze meningen daarover uiteenlopen. Welke DJ was nou behoorde tot de favorieten van jou? Ja, dat verschilt eigenlijk van uur tot uur. Kijk, om 9 uur was dat is makkelijk, van uur tot uur. Ja, maar daar zat ik op te wachten, hoor. Echt. Nee. Maar als ik dan dat jouw vraag toch moet beantwoorden... Ja. Dan zijn er twee die er voor mij met ex-equo echt de allerbeste waren... En dat zijn voor mij Tom Collins en Rob Out. Kun je ook een beetje uitleggen waarom? Wat trof je in die stemmen dan wel in het begin van die mensen? De enorme betrokkenheid bij Radio Veronica. Maar bij Tom Collins ook zijn weergaloze stem. Zijn uitstekende timing. Zijn enorme vocabulaire. Zijn prachtige zinnen. Gewoon de warmte, de betrokkenheid... waarmee hij zijn programma's presenteerde. Ik vond hem samen met Rob Out, de beste radiostem die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Maar dan heb je het over de stem, maar het programma, dat trof je dus ook gewoon. Ja, zeker. Ja. Vooral de manier waarop hij de programma's presenteerde. Ja. En Rob Out, vanwege zijn enorme, hartverwarmende inzet in zijn strijd tot het behoud van Radio Veronica. Ja, oké. En natuurlijk ook Goud van Oud op zaterdagmiddag. Ja, precies. Ja. Heerlijk. Ik heb ook gehoord dat jij tegenwoordig nog wel eens programma's afluistert, maar dan precies op het tijdstip waarop ze werden uitgezonden. Is dat zo, dat gerucht? Ja, dat doe ik af en toe wel. Kijk, ik heb in de afgelopen 10 jaar... toen ik ontdekte, eindelijk pas, toen pas hoor, sinds 1974, dat zal ik eerst even vertellen. Toen, ik was eigenlijk helemaal niet verdrietig op 31 augustus, maar ik was meer verdoofd. Mm-hmm. En ik geloofde het gewoon helemaal niet. De volgende dag, zondag 1 september, ik toch weer even zoeken. Maar was het niet meer. Toen begon langzaam maar zeker tot mij door te dringen dat Radio Veronica er niet meer was. Ik ontdekte wel snel dat Radio Mi Amigo er was. Maar uit nood heb ik daar nog 4 jaar naar geluisterd. Maar gelukkig kwamen daar Bart van Leeuwen, Stan Haag... maar ook de andere DJ's van Radio Mi Amigo. Vond ik erg goed trouwens, hoor. Toen die ook weggingen bij Mi Amigo in 78... toen was voor mij het hoofdstuk radio helemaal afgesloten. En ik heb eigenlijk praktisch nooit meer naar de radio geluisterd. Mooi. Want kijk, je moet niet vergeten, je bent opgegroeid... van je 12e tot je 15e met Radio Veronica. Maar dan komt de lat wel enorm hoog te liggen... om waardering voor een ander radiostation op te brengen. Want die halen dat niveau bij lange na niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ja. Nou, daar zit je om te lachen, maar... Dat meen ik serieus. Ja, wij hebben waarschijnlijk enige moeite om... maar onze mening die doet er even niet toe nu. Althans de mijne niet. Zo hebben Ad en ik onze held ontmoet, Dave Hawkins net. Dat was degene die bij Big L de enige echte de zender uitgezet heeft. Ik heb zo staan kijken naar die man. Ik vind dat toch een held. En dapper. Maar toch een held in de zin van bewondering. En van hij heeft op dat schip gezeten. Waar ik als 15-jarige naar luisterde. Dat is ongeveer... Bedankt voor je bijdrage even. Ik ben een beetje stil van... Ik heb het gewoon recht uit mijn hart gezegd. Dat hoort ook zo. Exact zoals het geweest is. Zo is het gegaan. Ad Bouwman, die kwam in het najaar van 65 bij Veronica. Je hoeft niet zo te zuchten. Ja, ik denk, hoe zal ik dat nou gaan zeggen gewoon? Omdat ik de enige ben in Omroepland die me zo lang kent. Ja. En, in 65 kwam Ad bij Veronica als jongste technicus. Want ik had een advertentie gezien in de krant. Technicus gevraagd bij Veronica. En toen zei ik, Ad... Ik moet militaire dienst in, jij niet. Hier heb je een advertentie. Hij is daar aangenomen na veel 5 en 6, want ze waren vergeten te bellen. En... Nee, eerste instantie niet. Jij was de vertegenwoordiger van de jeugd. Althans. Mooi. Ja. Hoe ging dat? Dat ook in Amsterdam ging natuurlijk de roerige jaren 60 niet voorbij. 64, 65. Provo's, dat viel allemaal een beetje samen. 64 begon het al een beetje wakker te worden. Je kreeg toen al de verdeling tussen de Poeg en de Tomos en de Floret. De Dijkers en de Pleiners.
De jeugd begon zich inderdaad muzikaal bewust te worden. Nou, zoals we allemaal weten is toen onder leiding van Willem Foucault in 1965 Veronica begonnen met de top 40. En dat hield in dat het radiostation rekening ging houden met de plaatjes uit de top 40. Dus ja, er werden nogal wat programma's toen omgegooid. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik in november 65 inderdaad op een notitie van Jules gesolliciteerd heb, werd ik in eerste instantie afgewezen. Want ze hadden toen nog een technicus aangenomen in het stramien van die er altijd rondliepen met stropdasje en een jasje. En de teleurstelling was groot, maar niet zo groot, omdat je toch als Amsterdammer met houtjes, touwtjes, jas en ik had zo'n pukkel om. En ja, dat was toen helemaal in en dat liep daar bij Veronica niet rond. Dus je wist eigenlijk wel dat het onbegonnen werk was. Dus het kwam niet zo onverwacht. Je zit wel een beetje nog te dagdromen van, stel je voor, het zal toch maar gebeuren. Maar goed, die brief die kwam van, helaas hebben we iemand anders in de vacature, bla bla bla. Toen schreef ze een brief als je solliciteerde. Ja. En nou ja, oké. Okay. Dus verder naar de PTI, heette dat gewoon? Ja, Philips. Zenderbouw had wel een... Ja, wij zaten samen toen... Wij bouwden zenders bij Philips in Huizen toen het nog bestond. Ja, dus dat zat er toen al in. Ik denk, wat moet ik daar in godsnaam gaan doen? Ja, dan maar zenders bouwen. En toen, twee maanden later, toen... wij hadden zelfs bij mijn ouders nog geen telefoon. Kwam mijn toenmalige vriendinnetje in de trap gaat roepen. Van, Joke. Adrie, ze hebben van Veronica gebeld of je terug wil bellen. En haar ouders waren, zwaar, zeg maar, superzwaar Vara. Dus dat Veronica, daar hing geen foto van het schip. Maar er was inderdaad een telefoon, ik mocht daar terugbellen. En dat was Karel van de Woerd, hoofdtechnicus. En die zei, meneer Bouwman, we hebben toen u een afwijzing gestuurd, maar wij willen daar graag op terugkomen. Heeft u nog interesse? Ja, eigenlijk was ik al niet meer aan de telefoon. Ik stond al in Hilversum voor de deur, maar dat kon... Ik zei, ja, natuurlijk wel. Ik zeg, er is alleen één probleempje. Ik kan niet zo meteen meer wel. Hij zegt, rustig, kom eerst maar eens even praten. Nou, toen... Het kan heel kort zijn in dat gesprek. Het was een heel leuk gesprekje. Tot op een gegeven moment Karel vroeg van, wat wilt u dan verdienen? Ik zei, dat kan me niet schelen. Ja, nou dan begin je gewoon met de standaard. En dat was, dacht ik, uit mijn hoofd. Iets van 400 gulden? Nee, 300. Oh, 300 gulden in de maand was dat. Ja, dat was bruto. Ja. Ja. Ja, per uur. Nee, dat was later. Dat zijn de disjockeys van nu. Per seconde. En toen zei ik van ja, maar er is één probleempje. Ik kan nu niet meer zo ontslag nemen. Dus daar zit 2 weken. Dat waren de langste 2 weken die ik ooit heb meegemaakt. Ja, en toen op een gegeven moment, op een maandagochtend met de trein naar de Zeedijk in Hilversum. Nou, iedereen een handje geven. En toen was het nog de gewoonte dat je mocht niks doen. Je moest eerst een week meelopen. Met elkaar overal kijken in de studio's. Maar ja, wij maakten al bandjes thuis. Ja. Dus het was allemaal niet zo vreemd. De eerste keer, zal ik nooit vergeten, was bij het programma van Anoushka. De Jukebox. En Karel zei, dat was met Nol Vis. Dus die zei tegen Nol, nou... je moet zo de pick-up, de slipmat vasthouden, de plaat vasthouden. En dan moet je de microfoon, dat waren de draaiknoppen, openzetten op 7. Ik dacht, dat had ik al gezien, maar dat zeg ik niet. Dus ik zei, ja meneer. En dan de pick-up, als je die loslaat, als uitgesproken is, moet zo ongeveer rond de 4. Dit is een LP, dus rond de 4, ja. En dus, nou, de plaat loopt af en je zit al toch met trillende vinger. Je doet zo op 7 keurig en Anoushka zegt van... Ja, ik vind je heel mooi eruit zien, maar dit kan ik niet hoor, stop maar. Ik kan niet met nieuwe mensen werken. Dat was de allereerste actie. Later heeft ze dat natuurlijk wel goed, maar dat zijn dingen, daar blijf je wel bij. En, dan, en het feit dat met Joost de Draaier kon je niet opnemen. Werd snel onder de hoede genomen van Jan van Veen, dat wel. Want je wilde wel graag de programma's opnemen waarin ze jouw muziek draaiden, jouw plaatjes. Want er waren ook nog programma's zat, Jazzjournaal, Men Vraagt en Wij Draaien. Wat hadden we nog meer? Italiaans, Grieks, Frans. Ja, daar lag je liefde voor die muziek niet. En dat waren wel de programma's die ze in het begin lieten doen om een beetje ervaring te krijgen. Tot het allereerste programma. Dat werd door technici gedaan. Dan kregen de meisjes de discotheek. Die maakten met een elastiekje erom 4 of 5 singeltjes. Ja. Met een reclamelijst. En dat waren non-stop kwartiertjes.
Of half uurtjes. Dat non-stop liedje hadden we nog niet, hè? Toen. Nee. Nokia Tjoentje. En toen kreeg je voor het eerst, Jurg was er niet, want die moest vroeger naar huis. En dus Willem zei van, maak jij dat non-stop half uurtje dan maar. Ja, dat was je de koning te rijk natuurlijk. Vier van die plaatjes er gauw uitgehaald en gauw Dave Clark 5 opgezocht. En dat in die lijst ook veranderd. Want ik denk als later iemand zegt, waarom heb je die platen veranderd? Ja, hij zweeft of er zat een tik in of wat dan ook. Want je wilde je eigen plaatjes natuurlijk. Dat zat er toen al in. En dan in Amsterdam, op het moment dat het uitgezonden wordt met de bandrecorder. Want dat was jouw eerste non-stop half uurtje om dat op te nemen. Helaas niet bewaard gebleven. En je zorgen maken, want ze hadden gezegd, kijk uit, geen uitschieters, want de zender klapt eruit. En één keer in een programma over uitschieters gesproken, toen was het al wat verderop. Dat zal ik nooit vergeten, ook met Reach Higher, I'll Be There. Er was namelijk geen limiter-compressor aan boord. Aan boord wel, toen wel. Maar niet dat je zegt wat we nu hebben. En Jan kon nogal schreeuwen. En die riep op een gegeven moment, die is het van de voortops, Reach Out, I'll Be There. Maar dan moest je dan overheen nog met de muziek. Dus het viel me al mee dat die naald nog terugkwam. En dan zit je je toch wel zorgen te maken op het echt luisteren ook naar de zender. Van nu komt hij zo. Als hij erin blijft, zit ik goed. Anders hebben we een probleem. Maar dat ging, je hoorde wel dat hij vervormde, maar hij bleef er wel in. Ja, dat zijn zo van die dingen die het in het begin, inderdaad, allemaal waar mensen het later over hebben, dat het een romantische, leuke tijd was. Het was ontzettend behelpen en dat is achteraf altijd natuurlijk wel leuk. Jij was natuurlijk wel, toen je kwam, de jongste, wat hadden we het net over. Nou, de andere, de anderen die waren. Oh, dan moet ik zo gaan zitten. Ja, een stuk ouder. De andere collega's, die waren toch wel een jaar of 4, 5 soms. Het scheelde 3, 4 jaar, ja. Goed. En Ad kwam er als jong broekie. En nou, dat was natuurlijk toch wel, wat hij al zei, een cultuurverschil. Maar zijn cultuurverschil werd, geloof ik, al vrij snel door Joost ontdekt, als ik het wel heb. Ja, wat ik net vertelde, dat met Joost kon je niet opnemen. Die vond dat ook niks, dat nieuwe gedoe. Dat hij vertrouwde dat nog niet. Hij nam veel met Ruud op, met Jurg. Totdat Jurg een keer met griep thuis was. Dus, hij kwam van. Willem was altijd ook uit de studio wegrennen. Die was altijd druk met ook andere dingen. En die komt op een sigaar altijd zo half een stapel platen van. Ja, ga jij dan maar zitten. Maar ja, toch nog. Ik liep toen toch denk ik al een maandje of ja, 3, bijna 4 rond. Tot het een keer zover was. Nou, was ik daar vrij snel over de zenuw eigenlijk. Want je had al een beetje beste ervaring. En dat ging heel goed, ja. En daarna, dat is typisch Joost, dan is hij natuurlijk niet meer weg te slaan. Dan neem je altijd die programma's op. En dat was leuk. Ik zie het nog zo voor me zitten. Hij zat altijd tijdens de presentatie zo'n horloge af en aan te doen. Ah, ja. En dat hoor je ook als je de banden terug hoort. Want dan hoor je dat geklik en dat gerammel. Maar ja, dat hoorde je bij Veronica Meer. Microfoons stonden wel aan een hengel, maar vaak ook tegen de tafel aan. Ja. Dus je hoort op die oude banden heel vaak van bonk of iemand die zijn glas neerzet. Of mensen die binnenkomen lopen. Tieners was het altijd. Pluggers. Dat was voor mij. Ik kwam weliswaar uit Amsterdam, maar ik zat in het begin echt. Ik denk, iedereen kust hier iedereen maar. Dat was toch een beetje. Die Veronica familiaire toestanden, nee, dat was ik nog niet zo gewend. Ja, en je moet niet vergeten dat wij bij Philips in Huizen vandaan kwamen. En daar liepen de vrouwen boven op de balustrade. Die mochten een uur later beginnen met werken. En de werkmensen, zoals jij en ik, die waren al reeds een uur driftige zenders aan het bouwen. 300 kilowatt weliswaar, aardige vermogens. Maar er was toch een strikte scheiding tussen dames en heren in zo'n bedrijf. En nu kwam je in een bedrijf terecht waar iedereen door elkaar heen liep en omhelsde en soms verkering met elkaar had zonder dat ze het wisten. Dus dat. Nou, dat wisten ze wel. Ja, nou, nu weten ze dat niet meer. Maar nou ja. Ik wil even naar Hans Becker. Ik had al verteld dat hij bandjes opstuurde naar Tieners. En Tieners dacht van, nou, dat is leuk, maar badje Lex. Nou, hij stuurde bandje naar Lex en die zei, doe maar eens wat. Hans die kwam, ik wist het niet meer, hij heeft het me van de week zelf gemaild. In de zomer van 71 is die gekomen. Ik was het even kwijt. En je bemoeide je met speciale dingetjes. En na het helaas overlijden van Daniel Kleijsing ben je
chef popjournaal geworden met borden en wanneer er iemand optrad. Kan je daar nog iets meer over vertellen, zodat ik het ook eens hoor? Er was natuurlijk ook een concertagenda. En ik vond dat altijd erg lastig om van artiesten en groepen die hun ronde deden door Nederland, om dat weer apart bij te houden. En dat was een hele uitzoekerij. Dus ik heb gewoon een soort planbord gemaakt, thuis, gevreubeld. Met papieren stroken die je er heel makkelijk in kon steken. Met in viltstift, heel groot, de namen van de artiesten erop. En waar ze dan zouden optreden met de datum erachter. Zodat Lex die las meestal het popjournaal voor, dat heel makkelijk kon zien. En ik maakte daar een foto van. Groot, duidelijk, scherp. Om later in het Veronica-blad te kunnen zetten. Dus dat was eigenlijk de uitvinding die ik, die zijn nut wel bewezen heeft. Maar wat besloot jou om, even terug naar het hele begin, om een bandje naar Veronica te sturen en tegen Tienes te zeggen dat je er nog veel meer van weet? Want zo krijgen we natuurlijk heel veel bandjes of cassettes. Ja, daar was ik zelf het meest verbaasd over. Want natuurlijk was ik ook Veronica gek in die tijd, zoals zoveel. Ik was het meest verbaasd dat er ook prompt op werd gereageerd. Ik ook. En jij ook, hè? Ja. En dat ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg van Tieneke. En ik deed mijn verhaal en ik zeg, ik weet er wel wat van popmuziek en artiesten en wanneer een plaat werd of was uitgebracht. Nou, zegt ze, jij moet maar eens met Lex praten. En hier is hij al. Dus ik kreeg zomaar spontaan Lex Harding aan de telefoon. Wat ik in mijn stoutste dromen niet had durven hopen. Maar dat gebeurde gewoon. En zei Lex, je moet maar eens even langskomen. Dus ik kwam langs en ik deed mijn verhaal. Ik was bloed en bloed nerveus. Daniel Kleizing, die nam me mee naar een hok ergens heel hoog boven in het gebouw. Ja. Waar wat apparatuur stond. Het was niet eens een fatsoenlijke studio. En hield me zo een microfoon voor en zegt, vertel het maar. Ja, we hebben geen muziek, maar dat lassen we later dan wel in. Je kunt je voorstellen dat ik daar natuurlijk geen snars van bakte. En het was een en al gebibber en bloednerveus was ik. En daar kwam niks van terecht. Toen zat ik in die tijd toevallig, werkte ik bij een ziekenomroep. Ziekenomroep Radio Parade in Haarlem. Dat was heel professioneel opgezet, want wij werkten voor 4 Haarlemse ziekenhuizen. En we hadden zelfs een vaste schare luisteraars, maar we hadden ook een hele mooie studio. En de toenmalige programmaleider Jan Steenman, die intussen, ik geloof, is afgezwaaid bij de AVRO. Nee, die zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Ja. Niet te geloven. Max? Gewoon wel. Oh, sorry, dan gaan we door. Ja. Ja, Radio 5, maar of het dan Max was of weer. Maar goed, die begreep mijn probleem. Dus hij zegt, we nemen dat programma gewoon vrolijk opnieuw op een band en keurig met de muziek die erbij hoort. En ik stuur dat bandje op naar Lex Harding en hoorde prompt een halve week later mijn eigen programma terug op de zender. Dus een grote compliment kon ik niet krijgen. En dat was een beetje het begin van mijn carrière bij het popjournaal van Radio Veronica. Ik heb dat niet alleen gedaan, er waren meerdere mensen die dat deden. Maar ik mocht daarbij ook nog af en toe eens wat schrijven in het Veronica-blad. En ik was vaardig met de camera, dus vandaar. Ik heb een groot deel van de geschiedenis van Veronica ook nog vastgelegd. Ja, uit die duizenden periode. Foto's genomen. Duizenden foto's. En het gekke is, ik heb ze op een gegeven moment onaangeroerd in een paar dozen opgeslagen. De films en de dia's. Tot ik op een gegeven moment, ik geloof dat jij het was die mij benaderde een jaar of 3-4 geleden. Ik zeg, ik moet nog wel wat oude dozen hebben. De dozen zaten nog dichtgeplakt. Die hebben dus 3 verhuizingen in de kleine 40 jaar overleefd. En toen ik die opendeed, viel ik van de ene verbazing in de andere. Want daar stond nog erg veel heel leuk en ongepubliceerd materiaal op. En toen ben ik gaan scannen en de rest van het verhaal is bekend. Wij zijn er blij mee. We hebben 1173 foto's gehad van Hans. Ja. Een aantal hebben we gebruikt op de website en de rest zit in ons archief, wat nog niet helemaal ontsloten is. Nog? Ja. Je bent tot de laatste snik gebleven. Hoe heb je dat beleefd eigenlijk, zo'n laatste dag? Niet helemaal tot de laatste snik. Ik moet zeggen,
dat werkt wel een beetje tegen de alomheersende mythe in dat Veronica zo gezellig en zo vrolijke boel was. Dat was het in de laatste maanden echt niet. Er was veel kinderzinnen, mensen zaten onder grote druk. De spanning was groot, niemand wist wat er zou gebeuren. En ik had het eigenlijk wel een beetje gezien, de zomer van 1974. Mm-hmm. En ik kwam niet meer. Zo simpel was dat. Ja, dat gebeurt soms in het leven gewoon. Ja, ik beaam wel de druk, de sfeer. Ja, die was er. Kijk, het is natuurlijk wel, je bent allemaal jong en je hebt zo'n strijd geleverd. En je ziet in het bedrijf toch een aantal richtingen opgaan. En er zijn mensen die denken, ja, hoe moet dat nou met mij? En er zijn mensen die niet, die zich niet zo zeker meer voelen. Dus iedereen gaat rondkijken. Nou, dat hebben we allemaal gezien. De geschiedenis heeft dat geleerd. En ja, je wist uiteindelijk dat er maar zoveel mensen mee konden naar een eventuele omroep. Want het was nog steeds eventueel, hè. Want op 20 juli, nee, de 19e, s'avonds om 9 uur, liet Van Doren nog een brief brengen met de koerier. Dat er geen zendmachtiging verleend zou worden. Ja. En daarvoor was hij even bij de TROS geweest om te zeggen, jullie krijgen de A-omroepstatus, maar tenzij. Ik kan me dat heel goed herinneren, ja. We gaan even terug, weer in de geschiedenis, naar 8 september 1964. 7 september, om precies te zijn. Harry Knipschil doet zijn intrede, de week daarvoor al, want we namen alles op band op. Wonende in Maastricht, studerende in Utrecht. Harry, vertel het eens. Ja, je praat in Maastricht, ver weg van Hilversum, ver weg van Utrecht, waar ik studeerde. Maar Maastricht was in feite zo ongeveer in Europa de mooiste plek waar je kon wonen als je van muziek hield. Want wij in Maastricht, wij konden alles ontvangen wat je in het Westen niet kon ontvangen. Behalve natuurlijk Radio Veronica. Mm-hmm. Wij konden luisteren naar de American Forces Network in Germany. Yep. De British Forces Network in Germany. We konden naar de Chris Howland. We konden Guy Mortier op de BRT. We hadden 5 televisiezenders in die tijd. Er was 1 Nederlandse zender, die kwam uit Roermond. Maar we hadden ook 2 Duitse zenders. En we hadden de Vlaamse televisie met Tony Corsari. Mm-hmm. We hadden de Waalse televisie. Dat kon je allemaal. En misschien hoorde je wel niet veel popmuziek, maar alles bij elkaar. Je kon bij ons 24 uur per dag kon je popmuziek horen in Maastricht. Dat heeft me wel heel erg gevormd. Dus toen ik in Utrecht ging studeren. Wat ging je studeren? Wiskunde en sterrenkunde. Ah. En toen ik in Utrecht ging studeren, toen kon ik eindelijk wel Veronica ontvangen. En dat vond ik geweldig. Eindelijk, ik had er natuurlijk veel van gehoord, veel van gelezen. En eindelijk was het er dan. En er waren een aantal hele goede programma's. Maar in diezelfde tijd, of ietsje later, kwam ik... Wat vond jij goed? Ik vond Tieneke vond ik heel goed, Koffietijd. Mm-hmm. En ik vond Willem van Kooten, dat was ook onmiddellijk mijn favoriet. Ja. Maar ik vond Guy Mortier op de BRT vond ik ook heel erg goed. En bij Radio Luxemburg, niet te vergeten, mensen als Jack Jackson, dat was een van mijn favorieten. Mm-hmm. Ja, er was veel meer. Wij konden trouwens in Maastricht, in tegenstelling met het Westen, wij konden Radio Luxemburg, we zaten de beste week op loopafstand vandaan, wij konden het hartstikke goed ontvangen. Ja. Maar je zat in Utrecht en dacht je van wil ik ook mijn ei wel eens kwijt. Hoe ben je in contact gekomen met Veronica? Wat ik al wilde vertellen, was die Engelse zenders die begonnen te komen. Veronica was in het begin, dat weten we allemaal, was niet echt een popzender. Het was toch, veel beter dan Hilversum, maar... In het begin was dat niet het geval. Maar toen die Engelse zenders kwamen, toen had je daar bijvoorbeeld iemand. Een van mijn favorieten was Mike Raven. Ik weet niet of het nou Radio City was of King Radio. Ik geloof Radio City. Die draaide zomaar het ene moment draaide die Rolling Stones en dan Howlin' Wolf. En die draaide The Animals, Pretty Things. Maar dan hoorde je weer Muddy Waters. Allemaal dat soort fantastische muziek van mij. Het ging mij ook om de muziek. Ik vind je allemaal dat we wel allemaal beelden zien, maar geen muziek vandaag horen. Maar in ieder geval, het ging mij om de muziek. En ik vond het zo jammer dat Veronica... Ik hoop niet dat het een beetje raar klinkt, maar ik vond het dat ze moesten dat ook doen, dat soort programma's maken. Dus, nou, wat doe je dan? Dat zei Ad ook al een beetje. Hè? Ja. Wat doe je dan? Je stuurt een brief. Dus ik stuurde een brief aan Willem van Kooten, die was toen, wist ik nog niet eens, die was net programmaleider geworden. Ja. En gezegd van waarom maken jullie niet dat soort programma's? Waarom luisteren naar wat er in Engeland gebeurt? Dan doen ze dat en dat en dat. En dus toen kreeg ik van Willem een neutraal, cool briefje terug. Maar eigenwijs als ik toen al was, dat nam ik niet. Dus ik stuurde gewoon een brief terug. Ik zei, wat een raar antwoord.
Ik weet niet meer precies hoe het kwam, maar ik was in die tijd was ik in Maastricht. En toen werden we bij de overburen werden we gebeld. Willem van Kooten die belde mij op. Dus waarschijnlijk heb ik er een telefoon bijgezet van de overburen. Ja. En Willem die belde gewoon. Toen werd ik door de overburen geroepen. Er is iemand uit Holland aan de telefoon. Dat was dus Willem van Kooten. En al praten aan de telefoon kwam het tot het idee van waarom kom je niet meteen even naar Hilversum? En toen zei ik, ja, maar ik ben nu in Maastricht. Nou zei ik tegen Willem, weet je wat ik doe? Ik kom wel liften, want in die tijd ik was student. Ik ben dus van Maastricht naar Hilversum gelift. En we waren nog geen 5 minuten waar we met elkaar aan praten. Zei Willem, waarom gaan we niet samen dat programma maken wat jij wilt? Zo is het zoals het dan heet. Zo is het gekomen, met die zachte G. En hoe heette het toen? Het heette Veronica's Witte Man Blues, hoop ik. Ja. En hoe was die rolverdeling tussen jullie? Nou ja, Willem was natuurlijk de beste presentator ter wereld. Dat vond jij op dat moment? En Willem die presenteerde het. En ik zag dan in grote lijnen dus de plaatjes uitzoeken die hij draaide. En dus dat waren dus de nieuwste Rhythm and Blues platen die je dus die dankzij die service waar Veronica op geabonneerd was, hè, de Billboard service, kwamen die dus binnen. De Rhythm and Blues begrijp ik, maar de hop heb ik nooit. Nou, hop, je moest natuurlijk een woord bedenken en dat is toen spontaan gedaan. En hop is in feite een plek waar je kunt dansen. Hè. Er waren in Amerika waren er nogal van die platen, bijvoorbeeld Danny and the Juniors, Let's Go to the Hop. En de hop. Ja, dus daar is het woord vandaan gekomen. Ja. Ja. Terwijl dat eigenlijk Let's Do the Bop moest zijn, hè, maar dat hebben ze veranderd. Dat mooi. Vind je dan beter dan ik. Dat zo. Ja, maar dat is gewoon platengeschiedenis. Danny en de Juniors. Ja. Ja. En dat heeft zich zo door de jaren heen voortgezet, dat programma? Nou, nee. Want Van Kooten ging een keer weg. Betrok Willem mij er ook steeds meer bij. Op een moment zei hij ook, nou, dan moeten we wel even praten in het programma. Dus ik werd er dus al pratende langzamerhand bijgesleept. En na een jaar of 4 is Willem dus bij Veronica vertrokken. Toen heeft Rob Oud het overgenomen. Toen deed ik het zelf met Rob. Maar Rob die kwam niet altijd opdagen. Dus, nee, dat is herkenbaar. Ja, dus hij kwam dan. Dus, druk. Dan kwam je dus met je platen kwam je in Hilversum. En dan was er geen Rob. En toen zei je, op een moment zei Jan van Veen, nou ja, je hebt het al zo vaak gedaan, waarom presenteer je gewoon ja, zelf? Ja, typisch Veronica, ja. Dus zo ben ik in feite zelf langzamerhand gaan presenteren. Ja, ja. En maar, was je toen nog steeds aan het studeren? In 68 zo'n beetje? 68 niet meer, nee. Toen zat ik al in de. Ik vond dus, het ging me dus altijd om de muziek. Meer om muziek dan om de radio. Mm-hmm. En ik ging ook om Den Brode, ben ik ook dus gaan schrijven. Ik ben ook bij een platenmaatschappij gaan werken. En langzamerhand werd die platenmaatschappij werd zo belangrijk dat ik mijn studie, achteraf kan ik nu zeggen, tijdelijk heb opgegeven. Ja. Maar zo zag ik het in die tijd zeker niet. Nee. Maar ik ben dus gestopt met mijn studie en ik ben gaan werken bij de firma Achtoon in Haarlem. Kan jij, nou het er toch over hebben en al die verhalen altijd. Ben jij ook een van de mensen geweest die 100 gulden in een envelopje heeft gedaan in een plaat en dan maar hopen dat ze naar draaien? Of, Ze werkt het helemaal niet. Nee. Als je een plaat geplukt wilt hebben, moet je het absoluut niet zo doen. Hoe het wel moet doen, zal ik je voor de microfoon niet vertellen, want dan. Nee. Maar het is over het algemeen. Het gaat veel makkelijker. Zeker, ik praat nu over die tijd. Hè, hoe ja, het ja, ja, dag ja. Gaat, weet ja, ik niet meer. Nee. Maar je moet gewoon op een leuke manier met de mensen omgaan. En wat je vooral niet moet doen, volgens mij, als je platen plucht. Maar ik heb is op je knieën gaan zitten voor een disjockey of die alsjeblieft je plaat draait. Dat werkt niet. Nee, zo werkt het niet. Nee, precies. Dus, je moet gewoon. Die disjockey moet het in feite belangrijk vinden, of de samensteller. Die moet het belangrijk vinden om die plaat te draaien. En als jij daar bepaalde ideeën kunt aangeven waarom dat in zijn of haar belang is, dan doet hij het wel. Kun je, op een gegeven moment stopt dat dan, hè? Ik wist dat ook niet, dat heb ik ook weer aan jou gevraagd, want ik kan daar nergens iets over terugvinden. In 1972, kun je, ik weet niet waarom, maar we hadden ik ben wegbezuinigd. Althans, als ik afga op oud, toen in een gesprek onder vier ogen tegen mij gezegd. Nou, het kan nu wel, hoor. Hij zei dat het ging slecht met de inkomsten van Veronica. En dat had waarschijnlijk ook te maken met de bekende aanslag van Radio Noordzee, waarbij dus ineens de reclameinkomsten geweldig terugliepen. Het is dus bezuinigd op de freelancers. Ik was freelancer, ik verdien. Het kostte Veronica elke week 25 gulden om mij te moeten betalen. Meen je dat konden ze op een bepaalde manier niet meer opbrengen, dus toen werd ik wegbezuinigd. Kreeg je maar 25 gulden? Ik kreeg per programma, dan moet ik eerlijk. Maar ik deed dus 4 uur, dus dat was bij elkaar 100 gulden. Ja. Dat kon Veronica, althans volgens Rob Oud, niet meer opbrengen. Nee. Maar dat was helemaal niet zo erg, hoor. Ik heb dat niet. Ik zat in de platenbusiness en ik had het hartstikke druk. Ik zat bij Polydor, we waren bezig met Led Zeppelin, met The Who, met ABBA, noem maar op. Allemaal dat soort artiesten van. Voor mij, op dat moment speelde het bij mij eigenlijk geen rol. Nee. Ik zie
uit alle macht proberen reclame te maken voor je boekje. Dat vinden wij goed. Op alle macht? Nee, maar. Dat heb ik gedaan. Je publiceert tegenwoordig ook prachtige boekjes. Hè? Want we zijn toch bezig met allemaal boekjes hier en zo. Dus dat kan er ook nog wel bij, vind ik. Ja. Ik heb het gelezen toen en het is prachtig. En op je website schrijf je ook hele mooie verhalen. Ik zou ze eens lezen als ik jullie was. Want ik ben elke week een trouw lezer en dan lees ik dingen waarvan ik denk, oh, zit dat zo? Hoe komt hij daar nou toch bij? Hulde voor het artikel over de beurs. Dank je. Dus misschien is het handig als ik zelf ook iets vertel. Ik hou het kort. Ja. ik heb onze oude studioklok meegenomen. We zien dat we nog 10 minuten hebben. Dus die ga ik niet helemaal volpraten. Ik ben bij Veronica gekomen omdat Atter werkte. Dus het is een beetje een cirkel, hè, gewoon. Ik moest wel militaire dienst in, lichting 676. En ik mocht dan wel bij de verbindingsdienst zenders maar bedienen en zo. Mijn lust en leven. Maar dat liep niet goed af, want ik mocht na een maand al weer naar huis. En ik kwam voor die tijd toch al veel bij Veronica, gewoon omdat Atter werkte. En toen liep ik daar weer een keer en toen zei Verkooten tegen mij, wat doe je tegenwoordig? Ik zei, ja, ik ga weer terug naar Philips, want ik ben afgekeurde militaire dienst. Wat verdien je daar? Ongeveer het verhaal van Ad. Ik zeg, 425 gulden in de maand. Krijg je hier ook? Bel ze maar op dat je niet meer komt. Zoals ik altijd zeg, onderhandelen is nooit mijn sterkste punt geweest. Dus, maar ik hoor nu zojuist dat ik iets meer kreeg als Ad al. Hoewel, dat was 2 jaar daarvoor, hè? Twee jaar. Er kwam weer een jongeling in, want vorige technicus was geloof ik ontslagen, want die verkocht op het terras van een restaurant in Hilversum plaat. Die jongen aan. In die jongen aan. Dus. En hij nam zelfs niet de moeite om de discotheek hoe ze er vanaf te halen. Ja, dus. Want er werd op alle LP's het Radio Veronica geschreven, juist om dat te voorkomen. Ja. Maar dus iemand anders die stapte met die kocht ze van hem en niet liep naar Veronica op de Zeedijk en die zegt van, ik heb net 2 LP's de discotheek gekocht. Ja. Oh, van wie? Ja, van Leo. Oh. Ja, dus die technicus is ontslagen en dan mocht ik gelukkig in dienst komen. En daar ging Leo. Dus ik kwam voor Leo in dienst en ik kwam eigenlijk bijna tegelijkertijd met Lex Harding. Maar daar mocht ik natuurlijk in het begin wel mee opnemen, want hij was ook net nieuw. En hij was ook nog niet gewend om echt programma's te maken. Eerst moest ik ook door de hele molen heen van Muziek Terwijl U Werkt opnemen met Max Appelboom. Een aandeelhouder en allerlei andere non-stop dingetjes. Hoewel ik na 4 weken mocht ik al 1 programma met Joost en Draaien doen. Ik heb daar gelukkig nog het eerste programma een opname van. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. En ik ben natuurlijk ook met veel hobbels tot aan het eind gebleven. En mocht daarna in het kielzog van Tom Mulder, want die vroeg mij naar de Tros vertrekken. Dat was ongeveer mijn Veronica geschiedenis. Ik vond het een prachtig bedrijf. Het lijkt wel, als je ouder wordt, dat je terugkijkt naar die dingen die heel leuk zijn. De Veronica-periode was de leukste van mijn werkzame leven. Misschien is dat normaal. Ik heb er ook wel verdriet van gehad. Want het was natuurlijk toch, ik weet niet wie van jullie dat zei. Ik vond het wel een beetje een speeltje ook. Het was meer dan dat. Het was een stuk van je jeugd. Wat je ontnomen werd. Zoals goede vriend Lex Harding van ons zegt. Dames, sorry, we zijn verneukt gewoon. En hij heeft nog steeds gelijk. Ik heb later in mijn trostijd veel politici gesproken. En die zeiden, ja meneer Gelijk, wat wou u nou? Dat was toch allemaal politiek, kom nou. Dus ja, en dat doet dan wel zeer gewoon als je dat hoort. Gelukkig zijn wij nu bezig om al het materiaal te verzamelen. Want wij worden volgend jaar 65, inclusief een hele hoop andere mensen denk ik hier. De babyboom. En we willen toch iets nalaten voor het geslacht. En Atti heeft toen die Stichting Noordenij opgericht. Ik heb me daarbij gevoegd en nog vele andere mensen. En we proberen dat allemaal te rubriceren. En zoals jullie weten hebben we daar de website voor. We worden gesteund door vele mensen. Materiaal, het komt uit alle hoeken en gaten. Je verwacht elke keer van het is nu afgelopen, maar het is niet zo. Dus dat zijn we aan het doen gewoon. Nou, dan kijken we hoe we dat in samenwerking met het museum Rock Art kunnen tentoonstellen. En als dat museum weer een vervolg krijgt, dan gaan we maar eens kijken hoe we dat gaan inrichten. Maar zover is het nog niet. Dus mocht u nog opnames hebben? Inleveren. Uw naam wordt erbij vermeld en je blijft de rechthebbende. En dat is wel eens anders geweest in de zee's en de wereld. Dus dat is ook een beetje streng. Ik wil iedereen bedanken. Jan, die heb ik voor het eerst kennis gemaakt.
Wij gaan... Hij woont in een kasteel in België, hoor. Hij fluisterde me net toe dat hij 100 keer zoveel verdiende als jullie samen in die tijd. Dan gaan wij alsnog met een van de... Oh, er zit een erfgenaam van de Verwijs. Daar gaan wij nu over spreken dan. Ja. En ik wou nog even kwijt... Dat mag. Hoe wij hier zitten als paneel... Ja. Is het tegenovergestelde van de geest van Veronica. Dit is de board of directors of de gemeenteraad van Scheveningen. Ja. Zoals we hier zitten. Ja. En Veronica was natuurlijk in die... Zootje. Ja. Ja, het is ook wel eens goed, maar dit is typerend hoor, dat hij leeg is. Ja. Half leeg. Dus ik wil iedereen hartstikke bedanken. Jullie ook voor de aanwezigheid. De organisatie die sinds 1999 op het idee kwam, laten we ze weer eens vragen. We hebben het erg op prijs gesteld. Het is niet altijd van een leien dakje gegaan, maar het is uiteindelijk goed gekomen, denk ik. En ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En we blijven nog een uurtje, want we willen alles meemaken.